Vandaag is het Eid al-Fitre, ook wel bekend als suikerfeest. Vandaag is het einde van de Ramadan en voor moslims een heugelijke dag met veel snoep, vooral cadeautjes voor kinderen. Mensen gaan bij elkaar op bezoek, mensen komen ook hier bij Hartje van Kanaleiland. En de cadeautjes die hier worden uitgedeeld, de hapjes die hier worden uitgedeeld, zijn echt niet alleen voor de moslims. Het is voor alle kinderen, het is gewoon een feestdag voor de wijk. En we gaan er ons dus even in onderdompelen. Vandaag Eid al-Fitr, een mooie dag. Maar voor jou ook de afsluiting van een hele drukke periode. Ja, drukke periode, maar een zeer magische periode. We hebben natuurlijk, zoals je weet, Hans-Peter, hier vanaf het begin van het Ramadan zat tussen de 500 en de 600-700 maaltijden per dag. We hebben PI Nieuwegein gedaan. We hebben gewoon heel veel mensen behoeftigen geholpen, 29 dagen lang. Dankzij heel veel liefde van heel veel wijkbewoners, maar ook heel veel mensen uit het land. Die ons hebben ondersteund met producten, et cetera. Maar het mooiste is, vandaag sluiten we gewoon met een prachtige feest af voor kinderen. Met twee prachtige luchtkussens. Heel veel snoep. Het mag vandaag. Dus ze hebben echt gedronken, ze hebben gegeten, ze hebben cadeautjes kunnen uitkiezen die ze wilden hebben. Iedereen heeft gekregen waar hij eigenlijk zin in had. Ja, Fitr of suikerfeest in het Nederlands, het is een heilige dag. Nou, voor moslims, het is de eind van Ramadan. Dat wordt gevierd eigenlijk door suikerfeest, zeg maar, te vieren. Een dag van de vruchten, een dag van samenkomen, families, gezinnen, samenhorigheid ook. Iedereen in de wijk is blij. En jij ziet het ook omheen, kinderen, oud. Want vooral kinderen worden in het zonnetje gezet. Dat klopt. Dat staat ook in het teken van de vruchten bij de kinderen met name. Maar ook oude mensen komen ook op dat soort evenementen op en af. En iedereen is blij en tevreden. Ga je nou overal cadeau samen hier en misschien bij je ouder, bij je grootouder? Ja, met familie. Oké, dus de hele dag mensen op bezoek. En wat heb je hier al een mooie cadeau gekregen? Dat was trouwens duidelijk teken. Oké. Nou, dan wens ik je wel een hele fijne dag en voor plezier. Noor, heb je vandaag al veel kunnen snoepen? Ja. Maar dat mag alleen vandaag, toch? Nee, 3 dagen. Oké. Oh, 3 dagen. Maar daarna moet je weer een beetje gewoon eten waarschijnlijk. En heb je ook cadeautjes al gekregen? Ja. Ja? En bij wie ga je vanavond lekker eten? Thuis. Thuis? Kan je moeder goed koken? Ja.